beetje. Theo Jansen kwam afgelopen maandag voor het eerst met de fiets naar Papendal. Het gaat namelijk goed met de revalidatie van de middenvelder. 6 weken geleden bent Jansen aan zijn rechterknie geopereerd. Maar het herstel ligt voorlopig keurig op schema. Binnen werd hij behandeld door fysiotherapeut Jos Kortekaas. Nog veel pijn, Theo? Nee, normaal gesproken niet, maar jawel. Vandaag wel. Dat is een beetje aan het uitsloven. Nee, valt er mee. Mag niet klagen eigenlijk. Dat doe ik wel, maar. Je was vandaag met de fiets vanuit jouw huis hierheen gereden. Hoe lang heb je erover gedaan? Ik kan wel heel stoer zeggen 30 minuten, maar. Nee, ik heb er tussen de 45 en 50 minuten fiets ik erover. Ging het goed? Ja, fiets heb ik geen last van. Dus het is vooral dat je wat doet, hè, conditioneel gezien. Een beetje bezig blijft, beweging blijft, want ja, de rennen zit er niet in nog. Dus dan kun je maar beter op de fiets gaan. En daar heb ik mazzel omdat ik een fietsje heb gekregen natuurlijk van de sponsor. En dat ik die kan gebruiken, dus daar ben ik wel blij mee. Theo is nu nog dagelijks binnen op Papendal te vinden, maar kijkt er naar uit om zijn oefeningen straks buiten op het veld te gaan doen. En dat kan waarschijnlijk al over enkele weken. Ik verwacht wel snel. Ik bedoel, het gaat redelijk goed en ja, weet je, kijk, als je naar buiten gaat, de oefening die ik binnen doe, kan ik ook buiten doen. Dus dat zal ik misschien wel snel gaan doen, maar voordat ik echt weer een beetje ga rennen en dat soort dingen, dan zijn we waarschijnlijk 2 weken verder. En want de eerste, zeg maar, de eerste minuut, dan hou je hem nog tegen. Ja. En op een gegeven moment kun je hem niet meer tegenhouden. En dan komt hij in de overstrekking, ja, dan gaat hij er en dan hangt hij erin. En het eerste elftal gaat goed, bovenaan. Ja. Hoe vind je dat? Ja, fantastisch. Ik bedoel, in eerste instantie ben ik natuurlijk ook gewoon supporter. En ik hoop dat ze het goed doen en dat ze iedere wedstrijd winnen. En ik moet zeggen, die jongens die het nu moeten gaan doen, ja, die pakken het heel goed op. Ik bedoel, als je ziet hoe Jan speelt, Guram en Marco, die het nu gewoon goed oppakt en steeds beter gaat spelen. Adso die erbij is gekomen, ik denk dat je gewoon ziet dat die jongens die nu hun kans krijgen, dat die ook pakken. En weet je, voor de trainer is het alleen maar gunstig. Ik bedoel, als ik straks weer een keer terugkom, dan zal ik moeten vechten om, om te proberen om er weer terug in te komen. En weet je, in een goed elftal hoef je niet te wisselen. Als het goed gaat, dan moet je het laten staan. En weet je, dan ga ik lekker op de bank zitten. En dan probeer ik in de minuten die ik krijg te laten zien dat ik er wel enorm. Maar ik vind dat ze het goed doen en weet je, ik hoop dat ze het volhouden tot het eind. En dat ik dan aan het einde, als ik terugkom, nog ergens voor speel. Dat zou mooi zijn natuurlijk.